Verheij had de bal ineens op links willen hebben. Molenaar, Kamer nog altijd vrij. Hier. Middenin, Elster. Goed verdedigd, Didi Bert. Linker, Barend. Molenaar. Wijnstekers vrij op rechts. Goede mogelijkheid, Elstroep tegen de lat. Is hij eens een keer dichtbij een doelpunt, heeft hij dat weer. Elstroep. Wijnstekers goed voor, Elstroep tegen de lat. Barendse. Ja, dat is een doelpunt. Nee. Althans, zo kun je ze aardig scoren. Filiberto speelde terug met een fraaie boog over zijn keeper heen. Maar deed dat eigenlijk met de nodige rust. Opzij van het doel. De lekkere mogelijkheden in de wedstrijd zijn tot dusver voor Feyenoord geweest. Sparta is eigenlijk nog nergens aan toegekomen. Eier, snel, steur nu vrij. Achterin vraagt Elleman om de bal. Daar is hij. Krijgt Monk al bij zich. Desondanks Buckley. Goed opstellen van Hielen. Blankenstein, de man met de topper achter de rug. En nu de Rotterdamse derby. Weliswaar wat ontdaan van zijn scherpe kantjes. Die strijd hier tussen Feyenoord en Sparta. Maar toch nog altijd bijvoorbeeld weer een wedstrijd die heel interessant is voor de mensen die op de hoogte zijn van de stand in de derde periode. Dat zijn er door de chaos op competitiegebied in Nederland natuurlijk niet zo gek veel meer. Maar Feyenoord heeft er nog kansen op. Trouwens ook op een leuke eindrangschikking. Wanneer het op plaats 3 gaat. Wijnstekers. Linker. Van de lijn gehaald in deze attractieve wedstrijd tot dusver. Door Kant. Ellerman. Met Tamata, die mijn arm vat. Lenkeek, weer erop. Terugspelbal is verkeerd van Troost. Eier, einde opwinding. Tamata bij Steur. Goeie bal. Molenaar Paas, Tamata. Bal blijft in de wedstrijd voor de lijnen, maar dat is te fijn. Want de grensrechter zegt, doelpunt. En Blankenstein loopt daarom naar het midden. 1-0 Feyenoord, kortom. Tamata. Een andere keus voor de kant dan die bal met de hand te spelen, want anders had hij gezeten. Dit is de aanleiding tot de strafschop. Niet zo lekker uitlopen van de Goeie. Been, aardig geschoten en dan een knappe redding daar op de doellijn, alleen van een veldspeler, vandaar dus een strafschop. Tamata weer. Daar komt hij. Paal. Linker. Elstroep, Hofman. Goed zelf. Ja, hij scoort ook. De Goeie verwachtte kennelijk het schot niet. Zoals het ineens werd afgevuurd,
door Hofman. 2-0 Feyenoord. 36e minuut. Linker. Keer op keer goed. Die hoge bal die dan bij Hofman moet eindigen. En dan ook inderdaad daar eindigt. Kijk maar weer. Van de lijn weer gehaald. Deens inzet. Weggewerkt. Maar de drukte blijft. Jutro van Hielen is in de derde minuut van de tweede helft. Been. Kopjespringen gingen moeilijk af met Ridderhof. Dat is Monkau, die terecht een vrije trap tegen krijgt. En ook nog geel ziet. Rollen naar been. Hoekschop van Been. Elstroep. Tikkie in de rug gelopen door de kant. Natrappen van Elstroep. Heeft Blankenstein dat gezien? Even de vraag. Tweede opstootje tussen die twee. Waarbij de kant tot twee keer aan toe na het duel het slachtoffer werd. Roost, Hanneman, en Hielen stopt op en geen stap op. Dat is toch wel verbazingwekkend. Van Kutling werd onderuit gehaald en de kans nam braak op Elstroep in verband met eerdere voorvallen. Eier en Knel. De eerste helft stonden ze andersom, deze Knel achterin, Eier op het middenveld. Filiberto. Schuift wat meer in, die Liberto. Dan wordt hij gevaarlijker dan wanneer hij alleen maar achterin blijft. Sparta moet natuurlijk die risico's nemen. Heen, kijk. Hellerman. En twee keer Troost. Hoge tempo van Feyenoord. Uit de eerste helft. Is wat weg. Feyenoord loopt nu achter de feiten aan. Zoals die gedicteerd worden door Sparta. Hellerman. Feyenoord staat hem wel op 2-0. Diliberto. Vasthouden, nu wel een strafschop. Nee, nee. Wegduwen. Wel een strafschop. Lijnkeek wordt vastgepakt. En de bal gaat nu op de stip. Terre. Diliberto. Monkau pakt dan Lenkeek. Ridderhof schiet. En doet het naast. Tweede gemiste strafschop. Nog 20 minuten, dit is Jan Olderikering. Alles van Feyenoord op één man voorin. Ridderhof krijgt al een vrije trap mee. En niet de voordeelregel. Blankenstein had al gefloten. Met de strafschop lukte het daarnet niet. Nieuwe kans voor Ridderhof. Naast. Kans. De laatste minuut met de vrije trap voor Sparta.
Lidderhof. Eier. Poorters en weer voorlangs. Even op het hoofd van Buckley. Ellerman. Hens. Steur. Diriberto. Betere voetballer. Lidderhof. Eier. Diriberto voor. En hij scoort dan zelf. Maar het is in de laatste minuut van de wedstrijd. Dus meer dan 2-1 zit er niet in voor Sparta. Zo mag je veronderstellen. Diriberto.